Een mooi gazon vergt regelmatig onderhoud. De navolgende film zal u daarbij helpen. Bij droogte is tijdig en regelmatig sproeien van belang voor de groei van de grasplant. Doe dit 1 of 2 keer per week in voldoende hoeveelheden. Bij voorkeur in de namiddag of 's avonds. Zonder water kan de plant geen voedingsstoffen opnemen, waardoor het gazon geel en gevoelig wordt voor ziektes. Met als gevolg dat het langzaam afsterft. Om het gras regelmatig te laten groeien, heeft het extra voedingsmiddelen nodig. Daarom is het van belang om elke 6 weken in het groeiseizoen, van april tot september, de gazonkorrels te strooien. Begin hiermee in april. Het gras begint dan te groeien. Overigens, gras begint al te groeien bij 6 graden Celsius. Bemest circa 30 à 40 gram per vierkante meter, oftewel 3 à 4 kilogram per 100 vierkante meter. Bij voorkeur bij regenweer en bij droogweer dient u de meststoffen in te regenen. Er zijn 2 soorten gazonmaaiers. De eerste is de cirkelmaaier. Deze slaat het gras af, wat resulteert in een ruwe maaibeeld. Verder is er de cilindermaaier, ook wel de kooimaaier genoemd. De kooimaaier knipt het gras, wat een egale maaibeeld oplevert. In deze video gebruiken wij een kooimaaier. Voor u begint met grasmaaien, dient u eerst uw grasmaaier goed af te stellen. Dit betekent dat de messencilinder het ondermes heel even mag aanraken. U kunt dit het beste controleren door er met een papiertje tussen te gaan. Indien het papiertje doorgesneden wordt over de gehele messenrol, staat de grasmaaier goed afgesteld. Bij iedere grasmaaier is ook de maaihoogte te verstellen. Daarom is het ook zinvol om hier goed naar te kijken. Stel de hoogte van de wielen of grondrol in op een hoogte van 3 à 4 centimeter. Let op, hoe korter u maait, hoe vaker u het gras dient te maaien. Regelmatig maaien met scherpe messen voorkomt dat de grasplant geel wordt en minder tijd nodig heeft om te herstellen. Het in banen naast elkaar maaien is de makkelijkste, maar ook de mooiste manier van maaien. Door het maaiafval op te vangen of van het gazon af te harken, vermindert u de kans dat zich eventueel schimmels gaan nestelen in het gras. Ondanks dat het grasafval regelmatig wordt verwijderd, ontstaat er toch vaak een storende laag en een dichtgeslipte bodem. Dit noemt men ook wel vilt en dit blokkeert het voeden van de wortels met lucht, licht, water en voedingsstoffen. Daarom is verticuteren in het voor- of najaar nodig. Bij voorkeur in het najaar, zodat het gazon dan schoon de winter ingaat, waardoor schimmels minder kans krijgen zich te nestelen. U kunt dit het beste doen met een verticuteerhark of verticuteermachine. Verticuteer eerst in de lengte en daarna in de breedte richting van het gazon. Hou een werktiepte aan van 1 à 2 centimeter. Alleen dat helpt om het gazon te bevrijden van gazonvilt en een dichtgeslagen bodem. Het afval dient u af te harken en af te voeren. Wanneer er na het verticuteren kale plekken zijn ontstaan, kunnen die plekken opnieuw ingezaaid worden, zodat mos en onkruid niet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Wij wensen u veel tuinplezier. Hendricks Graszoden, Natural Grass Solutions.